Beste mensen, goedemorgen en welkom op de kennisbijeenkomst van de STOA en Rijkswaterstaat die georganiseerd wordt in het kader van PIW, professionaliseren in stand houden waterkeringen. Mijn naam is Astrid Labrière en ik ben van Rijkswaterstaat. En ik ben Ferdy Timmermans van STOA. PIW is een programma wat samen door Rijkswaterstaat en de waterschappen, en dan in de vorm van STOA, wordt georganiseerd. En Astrid, wij vinden het ontzettend leuk dat jij hier vandaag weer bent. Want je hebt jaren terug, ben je heel actief geweest in PIW. Maar inmiddels doe je alweer een heel tijdje andere zaken bij Rijkswaterstaat. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben al een aantal jaar de omgevingsmanager van het BOI. Een beetje de tegenhanger van PIW. Samen vormen PIW en het BOI, denk ik, mooi de hele levenscyclus van de waterkering. Maar nu hou ik me dus vooral bezig met het beheren en het ontwerpen en wat we vanuit het instrumentarium daarvoor kunnen bieden. En ik vind het natuurlijk ontzettend leuk om vandaag weer even terug te zijn bij het oude PIW-nest, om jullie vandaag door de dag een beetje heen te praten. Ja, dat is heel fijn om dat zo samen te doen. En dus echt hartstikke leuk dat je weer terug bent. Al wil ik toch één opmerking maken, het had nog zoveel mooier kunnen zijn. Want eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling geweest dat we vandaag eindelijk elkaar weer eens fysiek hadden kunnen ontmoeten. Kunnen, nou ja, omhelzen om het bijna zo te zeggen. Want we zouden vandaag de kennisdag hebben. Maar daar is goed over nagedacht. Uiteindelijk is toch besloten dat we die nog even uitstellen. Want het was toch net even iets te riskant. We gaan de kennisdag nu organiseren zoals het er nu naar uitziet op 17 maart 2022. Dus zet dat alvast even in je agenda. Overigens hebben we wel gedeeltelijk contact, zijn we gedeeltelijk bij elkaar, want dit is echt een hybride bijeenkomst. We hebben hier in de zaal in Geofort ook een klein gezelschapje aanwezig. Maar het merendeel van de mensen zit natuurlijk thuis. Ja, dus geen kennisdag. Nee, nu niet, maar wat in het vat zit, verzuurt niet. En we hebben vanmorgen natuurlijk wel een mooie en hopelijk hele interessante bijeenkomst voor jullie georganiseerd. Centraal staat de hoogwatersituatie van afgelopen zomer in het zuiden van Nederland. En we hebben ook een aantal andere dijkincidenten waar we even bij stil zullen staan. Het waren best allemaal hele onverwachte incidenten afgelopen tijd. En daar hebben we zomaar als waterkeringbeheerders mee om moeten gaan. En ik denk dat het ons redelijk goed is afgegaan. Dus deze kennisdag is dan ook hoogste tijd om die ervaringen met elkaar te delen en te kijken wat we van elkaar kunnen leren met het omgaan van zulke calamiteiten. De PIW kennisdag is daar een uitstekend platform voor om dat op deze manier te gaan behandelen. Ja, en om het verwachtingenmanagement even heel goed te doen. We gaan het dus vanochtend vooral hebben over wat is er gebeurd? Wat deed zich in één keer voor? Hoe heeft de beheerder daarop kunnen acteren? Hoe had hij de calamiteitenbestrijding georganiseerd? Hoe verliep dat? Dus het is natuurlijk nog veel te vroeg om helemaal te gaan evalueren. Want er worden op dit moment juist allerlei onderzoeken gestart. Maar we konden als PIW natuurlijk niet al te lang wachten om hier in ieder geval voor een eerste keer eens even naar te gaan kijken. En dat gaan we vanochtend doen. Maar eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Ja, een aantal zaken vooraf. Om te beginnen, wij zijn hier in het Geofort. Prachtige locatie, langs de Waal. Straks horen we daar veel meer over. We gaan gedurende de ochtend ook overschakelen naar een andere locatie. Dat is de werkplaats van de hoogwaterloods van het waterschap Limburg. En die is in Horst. Zowel hier als daar zijn dus een groepje fysiek aanwezigen en we houden alle COVID-regels daarbij goed in acht. Vragen stellen kunnen jullie allemaal via de chat. Doe dat ook vooral. We hebben hier een aantal moderators en in de werkplaats waarbij de vragen netjes doorgegeven zullen worden op het moment dat past. En we willen vragen, nou ja, het is net al even aan de orde geweest, zet de microfoons alsjeblieft uit. Dan hebben we een rustige bijeenkomst op die manier. Kennisdag is het best te volgen via de speaker view optie in deze webinar. En die knop is rechtsboven in jullie scherm te vinden. Nou, dat was even een aantal mededelingen vooraf. Heel goed, heel goed. Nog even over aanvullend op de vragen in de chat.
Het kan natuurlijk zijn dat er zoveel vragen ter verduidelijking worden gesteld dat we die niet allemaal nu in de uitzending kunnen beantwoorden. Maar dan zullen we die vragen later bundelen en daar commentaar nog bij leveren, proberen een antwoord daarop te geven. En dat zal dan gepubliceerd worden via het YouTube-kanaal ook, dus waar de presentatie ook terug te zien is. Goed, beste mensen, na deze huishoudelijke mededelingen wordt het tijd om van start te gaan natuurlijk. Tja, als je geconfronteerd wordt met een hoogwatersituatie, hoeveel je er ook over gestudeerd hebt, hoeveel je er ook over hebt nagedacht, hoe dik de rapporten ook zijn die je daarover gelezen hebt, het meemaken van zoiets is natuurlijk toch altijd mindblowing en een totaal andere zaak. En ik durf dat zelf ook best wel zo te zeggen, want ik woon hier helemaal niet zo ver vandaan, de Waal over, in de Bommelerwaard. Daar woon ik buitendijks, maar ik ben er daarnaast ook trots op, zou ik haast willen zeggen, dat ik als vrijwilliger bij de dijkbewaking van Rivierenland ook een rolletje mag spelen. Nou, dat doe ik al een jaar of acht, ga ik braaf naar al die oefeningen. En dan leggen ze soms zeilen of bordjes neer van daar zou dan iets aan de hand zijn. En dat moet je dan allemaal keurig registreren en zo. Doen we natuurlijk altijd. Maar hoe bijzonder is het dan om het een keer echt mee te maken? En zodoende heb ik afgelopen zomer mijn eerste zandmeevoerende wel gezien. En geloof me, daar kun je echt rapporten over lezen, zoveel als je wil. Maar als je er gewoon staat en je ziet het gebeuren, dat is toch echt andere koek. Dus ervaring opdoen met overstromingen, daarvan tevoren goed over nadenken, dat is uitermate belangrijk. Dat is heel wezenlijk. En dat betekent dat je daar, daar doe je heel veel ervaring mee op. En eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. En liefst ook spelenderwijs. Nou, en dan zijn we nu bij Geofort, waar dat gewoon allemaal hartstikke mogelijk is. Hier hebben ze programma's waar schooljeugd, en wie dat ook maar wil, via Serious Gaming kan ervaren hoe het is om een overstroming mee te maken. Nou, daar ga ik verder niks over vertellen, want we hebben hier de Fortvrouwen. Willemijn, wil je naar voren komen? Fortvrouwen, Willemijn, jij woont hier, jij bent hiervan. Ja, ja. En jij, we moeten even ietsje opschuiven. Ja. Astrid, ja. Zie het mensen, we hebben het allemaal geoefend, maar Willemijn, wil jij ons gewoon gaan uitleggen wat jullie hier doen? Dat lijkt mij eigenlijk het allerbeste. Ik neem jullie helemaal mee. Top, helemaal ga je gang. Mee.